Weer een dagje verder. Het volgende stadje wat we gaan bekijken. En die stond op onze to-do-list. České Krumlov. Oud Tsjechisch stadje. Nou, hier zie je het eerste kasteel al. Die imponerend hoog boven het stadje uitkomt. En ik zie daar allemaal mensen de trap oplopen. En dan moeten we daarheen. We zijn net wakker. Nou, we hebben ervoor gekozen om een beetje vroeg het stadje in te gaan. Want nu is het nog een beetje te doen qua temperatuur. Het zonnetje staat hoog aan de hemel. En hoeveel graden wordt het vandaag? Vandaag? 29, ja. Dus goed temperatuurtje. Heb je daar? Geel kets. Oké. Okay. Ja, we moeten overal eentje doen, hè? We gaan hem even beschrijven. Zit even lekker op het terrasje, hè? Aan het water. Zeker. Al die mensen die hier kanoën op de Moldau. Wel leuk. Lekker makkelijk met de stroom mee. Ja. Ja, maar het wordt lastig tegen de stroom in. Maar je moet wel met de stroom mee. Ahoy! 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 Dat is de leukste van de groep. Dat denk ik ook. We gaan even een lekker yoghurtje. En met Brazil suiker. Wist er niet wat was? Braziliaanse suiker, maar er zit dus. Maar het is groen. Pesto, hè? Het is gewoon suiker met pesto. Ja. Verrassend lekker. It feels a million miles away. When I'm close to you, I pray that I'll never have to leave. There's nothing more in life I want than just to feel your beating heart and let you know that I am near. The sun is setting fast, I know, and I can feel you beating. Dacht je even voortgang te maken? Staan we in de file. Ongeluk. Stilstaande file. Stilstaande file. Dus ja. Er is wat gebeurd, maar we weten niet wat. Dus nou, daar staan we inmiddels al 3 kwartier te wachten op de snelweg. We hadden een plannetje om Duitsland in te rijden, maar als dat zo doorgaat, dan gaan we wel een ander plekje zoeken. Maar dan blijven we gewoon nog een dag in Tsjechië. Ja.
Er is een plekje in de schaduw. Nico, je moet je drone even omhoog gooien. Ja. Kijk wat er aan dan gaan ze rijden. Cause I've got so much left to see, but I know freedom ain't that free if I ain't got you by my side. Oh, my love, won't you come and walk with me a while? Time don't stop, even in the middle of a dream. So turn the car around and leave. Meet me underneath the tree, inside the valley that we made. And with our hands we'll make the best of the life that we have left. And we will never say goodbye. Oh, won't you come walk with me a while? Time don't stop, even in the middle of a dream. Ayla, ga je zo nog even zwemmen? Ayla gaat even zwemmen. Daar, hè? Daar is het water. Kijk. Jij wil nog wel even zwemmen? Ik wil ook even lekker gezwommen. Ja, dat is het vrouwtje aan het zwemmen. Kijk, daar gaat ze. Hij leeft er mee. Kijk, daar gaat ze. Lekker zwemmen, hè? If we do meet again, no love is heaven sent. I've never felt this way. Kijk, Venna loopt over de Stuwmeer, over de dam. Het is aardig diep hier. En dan draaien we naar rechts. En dan zien we het grote meer. We hebben net borden gelezen dat dit ook te kosten gegaan is van een dorpje weer. Loop je over de dam? Ja. Hier zie je de dam van bovenaf. Het lijkt nou allemaal dicht te staan. Kijk, en als je daar boven kijkt. Dat is het dorpje Pol. En dat is dus het dorpje wat daar is herbouwd. En dat lag vroeger dus ja, hier, zeg maar, in het water. Ik heb een plaats. Mooie oldtimer, hè? Ja. Zo, even een ommetje. Bloody hot, man. Het is heel warm nog. Vochtigheidsgraad is erg hoog. Dus we puffen, hè? Al de hele dag. Smallest. Zo, vandaar weer een kilometer of 200 gereden. En we wandelen nu vanaf de camping even richting dorp, hè.
gaan even een hapje eten. We moeten in ieder geval deze brug over. Het is lekker weer vandaag, 27 graden was het, zo'n beetje, 28. Nou, gelukkig niet zo warm als gisteren. En een lekker windje erbij, ja, dat is ook wel heerlijk. Dus dit is prima. Nou, zullen we eens even kijken hoe het dorpje eruit ziet hier. Of stadje, wat is het? Ja, een stadje. Ik denk wel een stadje. Lekker biertje. Helgewiger Kloosterbrouw. Nou, dat is het. Smaakt goed. Ja. Nou, lekker hoor. Even uit eten. Dan moeten de hondjes altijd even rustig liggen. Dat kunnen ze heel goed hoor. En dan even nog een beetje warm. Want Jill heeft zichzelf al uitgeschakeld. En wij aan een biertje, wachten op onze schnitzel. Kijk, daar zie je een mannetje lopen, die gaat straks het deurtje in. Het pakhuis. En zo komen we aan het einde van onze avonturen in Tsjechië en Slowakije. We hebben er weer van genoten en het was weer erg leuk om alles weer een beetje op beeld en geluid vast te leggen en jullie mee te nemen op onze reis. Op naar een volgende reis. Dankjewel voor het kijken en hier nog even een korte terugblik.